Nou, een van de dingen wat er... Kijk, wat pubers, inderdaad, jij gaf al een mooie samenvatting. Ja, dat is een bron van inspiratie en irritatie. Maar in de loop van het schrijven van dit boek... dan kom je erachter van, ja, pubers zijn eigenlijk halffabrikaten. En de hersenen, de frontaalkwap, als wij vanavond even goed doordrinken... dan leggen wij onze frontaalkwap lam en dan kunnen we niet meer zo goed plannen. We kunnen niet prioriteit stellen. We gaan ineens dingen zeggen die helemaal niet zo aardig zijn... die we anders niet zouden zeggen. Dat deel van de hersenen is bij pubers nog niet volgroeid. Terwijl de emotie, dat andere deel, dat draait als een gek. Nou, dus eigenlijk kun je dan zeggen, ja, als dat het gegeven is... dan kun je pubers van alles kwalijk nemen... Maar het is misschien makkelijker om zelf wat dingen te veranderen... waardoor je in ieder geval geen 4 jaar oorlog in huis hebt. Of in het geval van, nou, Eva is 24 en 18 en hebben we nog een van 14... en mijn vrouw heeft er een van 17 en 16. Dus je kan makkelijk 10 jaar oorlog in huis hebben, als je wil. Ja. Als je zo tegen elkaar blijft gaan. Het is niet nodig. Het is absoluut niet nodig. Nee. Zitten er ouders van?